Is het nou? Heb je een beetje leuke dag gehad op kantoor? Hij werkt niet echt meer op kantoor. Hij loopt de hele dag in de regen. Met zijn ijskoude vingertjes en zijn ijskoude teentjes doorweekt. En zielig wegkruipend in een hoekje. Nou, volgens mij, als ik die grijns op zijn kop zie, dan valt dat zielige nog wel mee, hoor. Ja, maar hij kan ook wel een beetje toneel spelen, dat weet je niet. Dat kan allemaal maar zo. Ja, dat heb je wel eens, toneel spelen. Dat moet ook af en toe gewoon. Want anders kan je geen rol vervullen in de maatschappij. Want als je de hele dag jezelf bent, dan kom je nergens. Je moet af en toe in de huid van iets anders kruipen om te groeien. Nee, dat is geen huid van iets anders. Dat is gewoon een cadeau. Ik heb het helemaal niet over dat soort groei. Ik heb het over persoonlijke ontwikkeling. Dat kan je met een plan doen. Een pop, een persoonlijk ontwikkelingsplan. Maar je kan het ook gewoon in flight doen. Gedurende een dag onder mensen. Ha, ga toch eens een keer een lekker dagje onder de beren. Daar leer je veel meer van. Ja, lekker winterslapen. Dat is heerlijk. En het wordt ook steeds eerder donker en het wordt steeds later licht. Dus je kan lekker doorpaffen, maffen, paffen. Hij paft weer, die gek. Is toch stom? Waarom paf je nou toch de hele tijd? Je hele stem gaat naar de kloten en je conditie is ook niet echt geweldig. Nee, als ik hem die trap af hoor strompelen, dan denk ik, nou, die gaat niet heel lang meer maken. Nee, dat zou toch wel jammer zijn, dan kunnen we niet meer samen pret maken. En dan moeten wij in ons tweetje pret maken. Oh, maar dat is ook wel lekker. Heb je je broek weer aan? Ik wil eigenlijk helemaal niet weten wat hier overdag allemaal gebeurt als ik er niet bij ben. Daarvoor vind ik, gaat mij ook helemaal niks aan. Maar we zijn vandaag op de fiets geweest, heel mooi. We waren richting Molenwijk en toen hadden we zoiets van, nou, we zijn nou in Tuindorp. Even die Vegastraat helemaal uitfietsen. En daar blijkt dan een hele mooie schapenweide te zijn, heuvelachtig aangelegen. Met allemaal bosjes ertussen en zo. En die schapen zijn allemaal zwanger. Dus dan heb je volgend voorjaar heb je daar allemaal weer lammetjes rondhuppelen. Nou, dat wordt een trekpleister van je welste. Maar op dat winkelcentrum, want we hebben uiteindelijk, zijn we dus, nou, we zijn Molenwijk uiteindelijk tegen 11 uur kwamen we Molenwijk pas aan. Want we waren een beetje, ik denk, nou, als we dan hier rechtsaf gaan en daar links. En zo dan onder die weg door en daar langs. Dan kom je vanzelf weer in Molenwijk terecht. Zaten we dus uiteindelijk, hadden we wel Zuideinde. Ik denk, nou, dan moet het toch vlakbij zijn. Maar hoe verder we die Zuideinde weg afreden, richting lagere nummers, hoe vreemder het werd. Sterrenwacht ook nog. Ik heb nog nooit een sterrenwacht aan het Zuideinde gezien. Dus, en maar, want toen gingen we maar even vragen. Ik denk, ik stap gewoon op iemand af, want ik weet nou echt niet meer waar we zijn. Het werd steeds gekker. Er klopte helemaal niks meer van. Nee, had al lang en breed bijvoorbeeld die gele flat van Molenwijk moeten zien. Die hoge flat. Het is een heel markant punt. Nowhere to be found. En we komen niet zo heel vaak Zuideinde. Dus toch een beetje een hele lange weg. En ja, het lijkt er wel een beetje op, maar het lijkt er ook weer helemaal niet op. En die werkzaamheden, ik kan me niet voorstellen waar dat dan moet wezen. En waar die zijweg dan is, richting, ik wist het niet meer. Dus ik vraag, meneer, zijn we eigenlijk wel in Amsterdam, meneer met de hond? Nee, dit is Oostzaan. Aha, vandaar dat twisken.
Er was ook allemaal natuurgebied omheen. En dat blijkt dus inderdaad gewoon Twiske te zijn. En er kwam op een gegeven moment ook ineens die zon door. En die zat recht voor ons. Terwijl qua tijd en plek waar ik dacht dat die zou moeten zijn, had die achter ons moeten staan. Want hij hing boven een grote autobaan, snelwegachtig iets, met geluidswallen eromheen. Het zal dan de A10 geweest zijn. Maar we dachten dus dat we aan de zuidkant van de A10 zaten. Maar we zaten dus blijkbaar aan de noordkant van de A10. Dat was niet zo handig. We waren compleet verdwaald. Compleet helemaal verkeerd. En dan kan je natuurlijk wel zeggen van nee, pak je gewoon je telefoontje erbij. En dan kijk je waar ben ik en dan fietsroute en dan stippelen gaan we zo. Maar zo kom je niet met mensen in contact, niet met mensen in aanraking. En zo bleef je ook geen avonturen eigenlijk. En het was hartstikke avontuurlijk, want het was een hele mooie verdwaaltocht. En we zijn uiteindelijk toch wel in die Molenwijk terechtgekomen, geconstateerd dat het daar hartstikke rustig was en hartstikke stil. Dus uiteindelijk blij dat we toch zo'n hele mooie ronde eromheen gefietst hebben. Maar het was wel fucking koud en behoorlijk druilerig, zou ik maar zeggen, op zijn zachtst gezicht. Aha, dus toch wel een beetje druppeltjes. Ja, ik dacht al, dat zal vast niet alleen in Zuidoost zijn. Nee, dat is ook in Noordoost en Noordwest en het midden van het land ook wel. En in België misschien zelfs. Zou ook nog kunnen, zou me helemaal niet verbazen. Nee, het ging goed te keren hier vandaag. Ja, maar het was wel heel mooi warm, want wij hadden lekker de kachel aan. Waar had jij geen kachel aan dan, op je fiets? Ah, toch helemaal geen kachel op zijn fiets, het is toch geen auto? Nee, maar ik ken toch ook wel een kachel op een fiets? Ja, maar dan moet je nog veel harder trappen, dat is bijna niet meer te doen voor zo'n oude man. Ik ben wel een beetje oud, ja. Maar ik kan nog best wel trappen hoor. Ook al is mijn knie. Ben ook nog bij het opstappen op de fiets. Ik had die andere schoenen aan, die schoenen van de training. Want die mijn eigen schoenen, die waren een beetje nat geworden van binnen vanwege al die regen die via de regenbroek. Want de onderkant is nou wel waterdicht, maar die bovenkant natuurlijk nog niet. Dus het loopt gewoon via de bovenkant. Vanaf mijn regenbroek, hup, zo gutsten het zo de sokken en de schoenen in. Ha, moet je maar geen lage schoenen dragen met hoogtijwaterstanden. Nee, lieslaarzen, altijd goed. Ja, maar dat past niet bij het uniform. Ah, dan doe je toch lekker in je onderbroek, dan word je niet nat. Tenminste, wat je niet aan hebt, wordt ook niet nat. Nee, dan word je alleen maar zelf nat. Ja, en een beetje koud, maar dan word je ook wel weer warm bij de kachel. Net als wij, de hele dag lekker bij de kachel. Ja, kan jij toch ook doen? Hou die... Ha! Maar dat wil ik helemaal niet. Dat wil ik helemaal niet. Ik vind het hartstikke fijn in de buitenlucht. Met wildvreemden contact maken en leuke gebeurtenissen zoals zo verdwalen. Dat overkomt je niet zo gauw, 1, 2, 3, als je binnen blijft zitten hangen. Niks doen, uit je neus vreten, bij de kachel, lekker wegkwijnen als oude mannetjes. Wij zijn geen oude mannetjes, wij zijn niet zo heel erg jonge beertjes. Ja, en ik ook. Weet je, ik zeg toch wij? Ja, maar jij bent zo gespleten als maar kan. Ja, nou, maar ik bedoel in dit geval met wij, jij en wij. Oh, ik en... Jullie. Nou breng je me in verlegenheid. Want dat is de ik die nu aan het woord is. Die is een beetje verlegen. Maar dan gaat ze meteen de betalen. Ik weer. En die zegt, wat bemoei je niet mee? Bemoei je er niet mee? En ga alsjeblieft, haal die vinger uit mijn poepert. Maar hij zit dan nou net zo lekker warm. Ik heb een beetje koude vingers. Ja, maar ik krijg een beetje koude poepert. Dan krijg je straks nog diarree ook nog. Oh, dat moeten we niet hebben. Dan spuit je me helemaal vol natuurlijk als je de wind gaat laten. Hey, ik moet de wind laten. Komt dat even goed uit? Ik ga even ergens anders zitten, want het begint hier een beetje raar te ruiken, moet ik zeggen. Maar...
Godverdomme. Wat hebben jullie gevreten? Oh. Nou, we hebben eigenlijk helemaal niet zo heel veel gevreten. Alleen een paar van die oranje bolletjes daar in die pot van jou. Oh, waren wel heel hard. Ja, maar dit zijn linzen. Die moet je eerst een beetje... Die moet je eerst koken. Oh, is dat het? Nou ja, ja, misschien wordt het wel warm in mijn darm. Ja, ja, ja. Samen. Ik wou eigenlijk een liedje gaan zingen, maar het is zo voor een rotwalm. Nou, even diep ademen. Oeh. Zal ik even een potje boerenkool maken voor jullie? Oh, lekker! Met worst en spek. Er ging iets mis. Ja, geloof het ook. Met spek ook? Nee, natuurlijk niet met spek. Dat kan toch niet? Hij heeft toch nooit vlees in huis, die gek? Kijk, hoe kan je nou als beer zijnde hier een gezond leven leiden? Zonder vlees. Ja, die fruitvliegjes die zijn ook al bijna allemaal op. Ja, dan moeten we de ramen weer openzetten en dan hopen dat er een duif naar binnen dwarrelt. En dan kunnen wij daar met linzen naar werpen tot de duif in kwestie het bezwijken na is. Ja, en dan laat jij weer een lekkere, dikke, natte scheet. En dan valt die dood neer. Ja, precies. Ik vind dat strategisch gezien vind ik het een fenomenaal plan. Echt. Jongens, helemaal versteld. Maar nou. Ah. Gisteren waren wij, evenals vanmiddag, op het winkelcentrum. En daar was een, daar zit wel vaker die meneer met die gitaar. Die zit dan op de grond, geloof ik zelfs. Misschien wel op een matje hoor, dat het niet zo koud is aan zijn billetjes. Ja, want anders krijgt hij ook diarree. Dan wordt het nog weer een grotere tyfusbende daar. Het is al een beetje rommelig af en toe, dat zwerfvuil en al. Ja, dan krijg je nog wildscheiterij erbij ook nog. Nou, die meneer die leeft best wel gezond en die is behoorlijk stevig in zijn vel en zo en vlees. Dus dat, ik denk niet dat hij zo makkelijk heel erg koud wordt. Ja, maar hij doet wel een zittend beroep in de buitenlucht waar het helemaal niet warm is. In tegenstelling tot ons beroep dat wij hier binnen in de warmte van de kachel uit mogen voeren. Ja, maar ja, wij zijn bevoorrecht. Wij hebben een voorkeurbehandeling gekregen van de schepper. Het wordt een raar verhaal. Ik moet even, voordat het bandje weer vol is, want het gaat natuurlijk weer hartstikke hard, en dan begin ik zo meteen weer net als vorige keer met het bandje, dat ik met die striptease en die paaldans helemaal voor de katse viool, want het was bandje al net afgelopen, dankzij jullie gekakel ook allemaal. Dat is helemaal niet waar. Dat is helemaal niet waar. Dat is niet dankzij ons gekakel, dat is gewoon omdat jij niet oplet. Ja, je moet ook een beetje kijken hoeveel er nog op staat. En als je met iets nieuws begint, moet je even kijken of het wel gaat passen. Ja, en dan moet je niet zeuren dat de spontaniteit er dan af is. Maar dan moet je gewoon even een man wezen, of een wat dan ook. En dan moet je gewoon de consequenties maar nemen en professioneel zijn. Ja, want dat zijn wij ook. Want wij zitten de hele dag professioneel bij de kachel. En jij loopt lekker amateuristisch in de kou te kleumen. Het zou je maar gezegd worden ook, hè? Het zou je maar gezegd worden. Jongens, voordat dit bandje op is, en ik heb net gezien dat er nog ongeveer een kwartier op kan, dus laat me nou eventjes rustig kijken of ik kan reproduceren
wat die melodie ongeveer was. Ik kan het natuurlijk lang niet zo mooi niet als die meneer met zijn gitaar. Nee, want je hebt eigenlijk maar één enkele snaar. Ja, dat is je navelstreng. En die is nog steeds niet doorgeknipt. Wordt een keertje tijd. Ja, loslaten. Nou, die is al lang en breed doorgeknipt. En ingepropt en alles. Daar kan ik echt niet zo heel veel meer mee muziek maken. Nee, maar met iets waar we meer snaar op zitten, kan je het ook niet. Nee, dus wat dat betreft heb je eigenlijk wel goed je best gedaan in je afgelopen jaren. Dat je bijna geen ruk geleerd hebt. Nee, alleen maar een beetje gamen en een beetje programmeren en een beetje geld verdienen en een beetje autorijden en een beetje afwassen en een beetje koken en een beetje stofzuigen, ramen lappen, plantjes water geven, bedden schudden, wasmachine aan, wasmachine weer uit. Oh, wat heb ik toch een spijt dat ik niet heb gestudeerd. Ja, oh, dat heb je ook nog gedaan. Best wel druk mannetje geweest eigenlijk. Mag ik nou eindelijk eens proberen dat liedje te reproduceren? Want ik weet nog niet of het in één keer gaat lukken zelfs. Maar ik weet ook niet van wie het is. Ik heb wel een vermoeden. En dan ben ik de hele melodie kwijt. Oh my love. What did you did you? Ja, dan moet ik het alweer verzinnen. Ik weet het dus gewoon niet van wie dat is. Ik denk van iemand van wie ik nog wel meer plaatjes heb. Maar ik weet alleen niet of ik daar wel een plaat van heb. Misschien wel, misschien niet. Ik weet niet eens meer hoe die meneer heet. Een donkere meneer uit Amerika. Jaren 50, denk ik. Begin jaren 60 misschien zelfs. Niet Sammy Davis. Sam... En Moos. Sam en Moos. Dat is van Sam en Moos. Ik weet het. Ik weet het. Dat is... Haal je vinger uit mijn poepen, Sam en Moos. Nou... Ik heb hem er al uit. Nou, wat zit er dan? Oh, god, een keuteltje. Ik kan hier niet meer van winnen van deze smerenbende. Zijn jullie toch een stelletje viespeuken eigenlijk? Als helemaal niet vies, is puur natuur. Als je eet, dan moet je ook poepen. En als je poept... Dan moet je ook eten? Nee, dan moet je je reet afvegen. Oh. Ik kan hier niet meer tegen. Alsjeblieft. Ik probeer een serieus kanaal neer te zetten hier op YouTube. Anders word ik straks nog geweerd ook vanwege alle schunnigheid. Dat ze zelfs in Amerika rode oortjes... Nou, maar in Amerika krijgen ze heel gauw rode oortjes. Dan hoef je maar te zeggen van, ik denk aan iets speciaals. En dan gaan ze meteen al allemaal dingen impliceren. En dan zeggen ze, oh, dat is porno. Of politiek onjuist. Ja, want te links of te rechts of te midden of te wat dan ook. En Zwarte Piet is zwart en Witte Piet is wit. Ja, meer is er niks over te zeggen. En Sinterklaas heeft Zwarte Pieten. En... Een Sinte... Sinte... Ja, noem eens een donker Sint-Mens. Sint Bernard. Oké, Sint Bernard heeft Witte Pieten. Oh, ik vind het allemaal goed. Maar ik vind het allemaal goed. Sinterklaas heeft Zwarte Pieten. En Sint Bernard en Witte Pieten. Ja, want die zie je niet in de sneeuw. Dan kan je de sneeuw verrassen dat de sneeuw niet weet dat die belaagd wordt door allemaal Witte Pieten. En dan kunnen ze allemaal drenkelingen redden. Uit de lawine. Allemaal diep uit de lawines. Want dan kan je met de Witte Pietjes kan je heel diep in de lawine komen. En met Zwarte Pieten natuurlijk niet, want die maken er grote smeerbenden van. Ja. Want die zijn allemaal snoepjes aan het strooien.
Ik dacht dat er nog wat kwam. Oh. En dan gaat hij op een gegeven moment dus nog omhoog. Nu, nu, nu. Sam Cooke, dat denk ik. Maar ik weet het niet. Ik kan wel even kijken op YouTube of ik iets kan vinden met Sam Cooke. En als ik wat kan vinden, dan hoef ik dit filmpje niet te uploaden. En anders zet ik het er gewoon als een noodkreet op van help mij alsjeblieft te achterhalen wie dit liedje gespeeld hebt ooit vroeger als hitje. Maar ze heel mooi, Er zit een klein beetje galm in. Misschien is het wel veel Spector geproduceerd. Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. En ik ga er ook niet meer achter komen, zomaar. Want ik heb niks van Sam Cooke. Ik heb wel van die andere. Hoe heet die toch ook alweer? Oh. Ja, Sammy Davis heb ik natuurlijk wel heel veel van. Been the two of us, we look no more. We both found what we were looking for. En die stem. Ik heb nou echt de kou en de rook op mijn stem. Ja, houd dan nou eens op. Ofwel je houdt op met de kou, ofwel je houdt op met roken. Of laat het zingen maar achterwege anders. Want dan ga je toch gemene ziektes krijgen. Dat zou kostelijke zonde zijn. Juist. Nou. Wordt tijd. Harder niet doen. Niet doen. Niet doen. Oeps. Je hebt gelijk hoor, ik moet dat niet meer doen. En ik was er zo mooi mee gestopt. Ik ben een slappe vaatdoek. Het is niet anders. Het klinkt helemaal nergens naar. Hou maar op. Zet het bandje maar stop en zet het maar gewoon op YouTube, want je gaat hem toch lekker niet vinden. Daarvoor ben je gewoon veel te surf. Ja, en ook een beetje te dom. Ja, misschien dat ook wel. Vinden jullie vandaag eigenlijk heel erg niet aardig, heel erg obstinaat en poreus? Ja, gooi maar weer met dure woorden. Ik weet toch niet wat het betekent. Dit is makkelijk gedaan hoor. Ik vind dat heel flauw van jou. Had ik niet achter je gezocht. Nee, ik vind dat echt een steek onder de waterlinie. Ja, dat heb je wel eens. Soms moet een mens, en dat in tegenstelling tot een beer, overgaan tot gemene middelen. Ja, maar jullie mensen zijn sowieso niet zo hele fijne typetjes eigenlijk. Maar dan gaan we een ander filmpje doen, oké? Ja, gaan we niet op dit filmpje doen, want anders wordt het weer allemaal veel te somber. En dan wordt het weer gebannen op YouTube. En dan krijgt hij weer geen abonnees erbij. Hij wil heel veel abonnees hebben, hij wil wel een miljoen abonnees hebben. Nou, dat gaat hem dus echt nooit lukken met die rommel. Nee, maar dat hoeft ook niet. Ik wil helemaal geen miljoen abonnees. Ik heb er nou 12. Ik schrik me er een beetje de pleuris van. En dan is elk jaar
2 keer zoveel wordt, dan heb ik over 100 jaar, nou reken maar uit. Oeh. Maar zo lang ga ik niet meer mee, denk ik. Misschien nog 3 jaartjes en dan is het mooi geweest. Ik ga mijn pensioen niet halen. Ah, wat jammer nou dan toch. Mogen wij je geld erven? En je huis, en je huis. En de boeken. En de muziek. En de linzen. En de coolbox. En de televisie. En de computer. En de... ja, verder heb je niet zoveel. Misschien hebt hij nog wel ergens wat ondergoed liggen. Ja, maar jij loopt toch het liefst met je broek uit. Nou, jij wil graag dat ik hem niet aanhaap. En wil je dat eventjes niet aan iedereen verklapperen? Nou, maar ze weten het toch wel. Ja, maar daar gaat het toch niet om? Gaat het toch helemaal niet om? Gaat er helemaal niet om. Het gaat erom dat jij dat niet gaat de wereld in slingert. Laten we anders gewoon even kijken of we een leuk einde kunnen braaien aan dit geabendnoo. Ja, nou, ik weet echt geen leuk einde meer te verzinnen, hoor. Het is hartstikke koud, hartstikke donker, hartstikke regen, hartstikke wind en hartstikke warm bij de kachel. Dus eigenlijk is het een beetje jammer dat we niet buiten wandelen nou in de zon. Maar er is helemaal geen zon. Natuurlijk is er wel zon, want anders was het hier al lang 0 graden Kelvin. Wie is Kelvin nou weer? Ja, dat is die meneer die nog erger is dan Celsius. En dan is het alweer weg. Het is jammer, ik had een filmpje gemaakt dat hij er zat te zingen. Maar blijkbaar heb ik 2 keer op de startknop gedrukt, waardoor hij meteen veranderde in een stopknop. Dus het is een filmpje van amper een kwart seconde. Dus daar heb je niet genoeg aan. Als ik hem weer zie en hij speelt het weer, dan maak ik wel weer een filmpje. Mocht ik het tegen die tijd nog niet weten. En anders vraag ik het hem gewoon na afloop en dan geef ik hem een uurie. Oh, wat ben je lekker duur bezig. Lekker luxe en lekker big spender. Nou, wie het breed hebt, laat het breed hangen. Dus laat hij het heel smal hangen. Maar toch, als het maar hangt. Ja? Oké. Okay. Doeg. Ja, bye, bye, bye. Hoi. Knopje zit. Tot de volgende keer maar weer.